Welkom bij een nieuwe uitzending van Maasduinen TV. Vandaag, dinsdag 5 februari, worden hier in het Bergense gemeentehuis de prijswinnaars bekendgemaakt van het scholenproject Mozaïek. Tevens worden de winnende tekeningen en één gedicht getoond aan de ouders en aan de media. U kunt het gaan bekijken in de nu volgende reportage. Dames en heren, alle kinderen in de zaal, mag ik iedereen van harte welkom heten. Alle kindjes, alle ouders, alle grootouders, de onderwijskrachten en vooral alle prijswinnaars, want die zijn vandaag extra gekomen om te kijken hoe mooi hun tekening of hun gedicht is geworden. Burgemeester Peltzer van de gemeente Bergen. Enkele weken geleden spraken we elkaar bij de start van het project om schoolkinderen te betrekken bij het centrumplan Mozaïek. Vandaag, dinsdag 5 februari, staan we te midden van de resultaten. Is het project geslaagd? Nou, als u het achtergrondlawaai hoort, dan denk ik dat ik mag zeggen dat het geslaagd is. De kinderen waren heel enthousiast, ze hadden hele goede ideeën, want in elke tekening zit wel iets van water of van groen. En de ouders hebben goed meegewerkt, de onderwijskrachten hebben een compliment verdiend. Dus het is heel goed geslaagd om het project Mozaïek ook bij onze jeugdige inwoners neer te zetten. Was het leuk om te doen? Ik heb genoten, het was zo zalig met de kinderen. Ze hebben een hele open manier om te reageren, heel eerlijk te zijn en heel duidelijk te zeggen wat ze willen. En daar kan ik van genieten. Wat gaat er nu gebeuren met de bouwdoeken, met de tekeningen daarop? De tekeningen die blijven nog hangen tot 15 februari, tot iedereen in het gemeentehuis kan komen kijken. Of een foto kan komen maken of wat dan ook. En dan 15 februari gaan ze naar buiten en dan worden ze op de bouwhekken geplaatst. En dan kan iedereen ervan genieten. Het zijn overigens 12 bouwdoeken. Het zijn 23 tekeningen en één gedicht. En dat maakt het ook heel amusant om een keer na te lopen wat de kinderen zo belangrijk vinden. Wat krijgen de prijswinnaars? De prijswinnaars krijgen te zijner tijd het bouwdoek. Dat gaat terug naar de scholen. En naast de prijs heeft elk kind wat meegedaan heeft een mokje gekregen. Een koffiemokje of een chocomelmokje. Waar ze ook een potlood of pennen in kunnen zetten. En de prijswinnaars krijgen vandaag nog iets waar de tandarts heel blij mee is. Een zakje snoep. Ik ga even verplaatsen. Ik ga aan deze kant staan. Want de bouwdoeken hangen helemaal bovenhoog. En ik weet dat die twee meneren die heel sterk zijn, die gaan het eerste bouwdoek omlaag laten. Dat is van de Sint-Jozefschool. Dus ik zou eigenlijk de kindertjes aan de Sint-Jozefschool willen vragen. We roffelen jullie heel goed, dan doen die heel hard hun best. Allah, laten we het bouwdoek maar naar beneden komen. Thank you.
En nou een applausje voor alle kinderen. Johan van Zen van ConceptNL. Wat vindt u van het idee om scholieren op deze manier te betrekken bij het project? Ik vind dat een schitterend idee. Misschien had het zelfs wel eerder al gemogen als ik die ideeën zie en als ik de tekeningen zie. En wat ik mij opvalt is dat eigenlijk de kern van, of in de tekeningen is eigenlijk de kern die wij bedoeld hebben, dat die wordt gepakt. En dat is dat het de levendigheid, die spat eraf van alle tekeningen. De gezelligheid en de sfeer, het water. Precies eigenlijk wat wij hebben proberen te maken. En zonder dan mezelf een pluim of onszelf als projectteam een pluim te willen geven, dat wil ik niet. Maar ik wil eigenlijk het omkeren. En eigenlijk de kinderen die dit gemaakt hebben een pluim geven. Ik vind het echt geweldig. Ik vind dit echt geweldig. Bij de kinderen is het project Mozaïek al helemaal geslaagd? Ja, dat maakt er twee. Want bij ons is het ook tot nu toe in ieder geval helemaal geslaagd. Alles loopt zoals het van tevoren in de planning is gezet. Dus morgen hebben we een uitspraak van de Raad van State, heb ik begrepen, van de gemeente. Ja, dat is erg spannend. En als dat is, dan kunnen we, als die uitspraak positief is, als hij er is en hij is positief, dan kunnen we met de bouwvoorbereiding beginnen. En dan hoop ik dat het uiteindelijk niet tegen gaat vallen voor wat de kinderen hiervan als verwachtingspatroon hebben neergelegd. Dus ik ben positief en optimistisch, ja. Wanneer kan de bouw op het Raadhuisplein van start gaan? Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Dus we hebben altijd een goedweerscenario en we hebben een stormscenario. En het goedweerscenario dat gaat uit van een startbouw van in het laatste kwartaal van dit jaar. Dus dat kan 1 oktober zijn, dan begint het laatste kwartaal, maar dat kan ook 14 december zijn. En wij mikken op het laatste kwartaal dit jaar. Is het nu zeker, definitief, dat er een toren komt op het Raadhuisplein? De toren komt tussen het gemeentehuis en het Raadhuisplein. Dat die zeker is dat die komt, dat is voor 99,999% zeker, ja. Okay. Want hij wordt hier in de tekening al verbeeld, dus ik kan nou niet achterblijven. Heeft u nog ideeën opgepakt uit deze tekeningen? Nou, daar heb ik ze nog niet goed genoeg voor bekeken. Maar ik wil wel graag dat de tekeningen tijdens de bouw, zeg maar, de bouw een beetje opfleuren. Dus we zijn iets aan het verzinnen om de tekeningen te gebruiken als entree of als middels een vlag van te maken. Of aan de bouwschutting te verwerken. Dus ik word nu geconfronteerd met deze mooie tekeningen. Dus ik probeer wel daar iets mee te gaan doen. Tenminste, als ik van de auteurs toestemming ga krijgen. Dat spreekt voor zich. Ja. Heeft u eerder meegemaakt dat kinderen worden betrokken bij zo'n project? Ja, toevallig wel. Toevallig ook in een project dat wij gedaan hebben. Dat is in Middelburg was dat, waar we ook een brede school gemaakt hebben. En uiteindelijk hebben de kinderen de opening georganiseerd als blijk van, hoe zeg je dat? Ja, het was geen prijs, maar wel met hun hebben we de opening van het winkelcentrum georganiseerd. Dus ik weet niet precies of we dat gaan doen, maar dat zou misschien ook een aardige geste zijn richting al de scholen die hier aan meegewerkt hebben. Brett, hoe oud ben jij? 5. En op welke school zit jij? Ja. Sint-Joris School. Jij hebt ook een prachtige tekening gemaakt voor dit project Mozaïek, of niet? Oh ja. Ja. Wat heb je getekend? Een clowntje met... 3 clowntjes met het podium. En hoe ben je op het idee gekomen? Van het digibord op school. Van het digibord op school? Was het leuk om te doen, die tekening maken? Ja. En je hebt een prijsje gewonnen. Maar dat krijg je pas later volgens mij. Kun je de tekening even aanwijzen? Ja.
Tot zover deze uitzending van Maasduinen TV die geheel in het teken stond van het scholenproject Mozaïek. Volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending uit de gemeente Bergen. Graag tot dan!